Yo mensen, dit is je boy Dylan hier. Weer terug met een nieuwe video op je kanaal, op mijn kanaal eigenlijk. Ja, het was een video die al lang eigenlijk moest komen. Je ziet hem al, ik heb hem al gedisliked. Ik zit niet in team 2 van Stefan van Mellaert. Ex team 2, ook wat beter gekend als Vindeklap TV 2. We gaan eens kijken naar zijn video. Ik ben lastig. Dat is goed dat je lastig bent, want ik ben ook lastig. Jo. Ja. Ik ben lastig. Slechte editing. Echt een logische vertraging. Jullie weten dat ik allemaal bezig was met Team SW. Maar... Team C Heverlee? Nee, Team C Tine. Bam. Ja, mijn vriend Sven, die vond het nodig om... Sven, ja. Oh ja. Misschien vond hij het nodig. Wacht, we zullen het zoiets wel zeggen. Om mij uit de groep te smijten, waardoor dat ik geen Team SW lid ben. Waarom? Waarom, Stefan? Dat zegt je niet in de video, hè? Waarom? We zijn vorig jaar een gans jaar Team SW geweest. Oh, oh, oh! Team SW speelt in april op concert. Sure, je weet. Je wist dat wel. En jij zit er pas in augustus bij gekomen, in september lag je er al terug uit. Wist. Ik weet niet waarom dat niet gedaan heeft. Waarom? Ik weet dat wel. Omdat ik was medeoprichter. Ik en Sven hebben dat samen beslist. Die Michael heeft wat ik niet heb. Oh, wat Michael heeft, even denken. Veel meer dan jij. Ik heb trouwens een goede 1 minuut video doorgestuurd. 1 minuut, ja. Een goede. Een 1 minuut video wel. Maar goede, nee. Michael heeft niks doorgestuurd. Oh, oh, oh. Michael heeft dat aan ons doorgestuurd in privéchat. Wat veel beter is, want we hebben gezegd dat dat mocht. Ik bewerk mijn video's altijd met teksten. Ja. Maar hoe? Op welke manier? En muziek. En effecten. Muziek en effecten. Ja. Ik bewerk mijn video's ook. Maar nu omdat ik een oude PC heb, kan ik mijn video's niet bewerken. Dus shut up. Dat heeft Michael niet. Allee, wat Michael wel heeft. Michael heeft veel betere editing. Jij doet dat via zo'n kutsite op tv. Op zo'n kutsite op internet, dat bedoel ik. En ik doe dat. Ik download van die dinges. En jij doet dat niet. Dikke steek. Wat heeft allemaal eigenlijk Michael? Wat heeft Michael? Veel, Stefan, veel. Het is helemaal zeker, hè? Dat ik deze video online smijt. Dat snap ik niet. En ik krijg een hekel aan mensen die. Mensen eigenlijk die dat beter zijn. Een beetje mensen gaan kloten. Stefan, je hebt ons gekloot. Dat je het maar weet. Niet aan liegen op YouTube. Zeg maar, om de goede mensen eruit te zetten. Goeie, ja. Wat moet ik starten? Mijn pedo noemen. Terwijl ik dat niet ben. Terwijl ik gewoon vriendschappelijk meisjes bij meisjes stuur. Met daarvoor blokkeren. Iedereen gaan uitkakken van Team SW. Is dat een goede mens zijn? Denk het niet. Waarom? Ben ik vorig jaar wel lid geweest, is omdat ik een 30 video heb geüpload. Geüpload? Ja, misschien wel geüpload. Maar dan moest je wel in de groep zijn, hè, Stefan. Zijn wel zeker, hè. Als we je nog eens zien, hè. Dat we daar eens deftig over gaan aanspreken over deze video. En ook heb doorgestuurd. En by the way, die 65 weergaven zijn allemaal Team SW leden. Laat ik het maar weten. Maar ja, blijkbaar was deze video alweer niet goed genoeg voor hem. Alla, ik snap het niet, hè. Maar mijn punt is dat ik genoeg redenen heb om toch door te kunnen gaan. Ja, weet je wat? Zonder u gaan wij door. Eigenlijk is deze video een credit naar u. Maar, ja... We weten het wel. Jij gaat nog dingen doen.
En wij gaan er nog genoeg op reageren en zo gaat het spel lekker verder blijven gaan. Tot als jij daarmee stopt, dan stoppen wij ook met reageren. En dat ik tenminste wel de ballen aan mijn lijf heb om ballenkes deze video nu te gaan opnemen. En nu heb ik en de ballen aan mijn lijf om deze video gaan te reageren, om op deze video te gaan reageren. Ook al is het een video van september. Maar wij hebben. Ik heb het recht om daarop te reageren, omdat ik Team SW ben, ex-Team SW. Maar wij gaan er nog altijd op reageren. En dat ik de ballen aan mijn lijf heb om op YouTube dingen te zetten. En ik heb de ballen op mijn lijf om daarop te reageren. En dat ik de ballen aan mijn lijf heb om tenminste mijn groep te gaan zetten voor een kant. Allee, ik snap het niet wat meneer Sven hem daarmee bezielde. Maar ik zit duidelijk niet in SW. Nee. Waarom? Kijk eens goed naar de gedrag. En waarom ben ik eruit gesmeten? Dat heeft hem niet gezegd. Jawel. Maar ik weet wel genoeg dat ik tenminste mee doe aan YouTube. En Michael die doet misschien ook mee aan YouTube. Ja, Michael doet sowieso mee aan YouTube, want hij heeft meer abonnees als u. Zo, ja. Wat dan? Maar ja, als ik zijn kanaal niet weet, kan ik hem Unatra ook niet gaan promoten of gaan zeggen van, oh, goed weet. Hij zou u moeten promoten. Want jij hebt nog maar 43 abonnees. En hij heeft er over 500. Nice. Michael. Michael heeft er wel voor gezorgd dat ik er nu uit ben. Ja, en we hadden al voor Michael gekozen, dus back to alsjeblieft. Maar ja, kijk, als meneer Sven het nodig vindt om mij eruit te smijten, ja, waarom doet hij het lekker dan? Hij neemt verdomme 2 dagen lang zijn telefoon. Ja, waarom? Omdat hij rust wilt, omdat hij je gezag niet wil horen. Ja, editen zal hem niet zijn, of ik heb het nu al gezien, hè. Hij was aan het editen, want ik heb het gezien, ik heb de video gezien. Ah ja, PS. Hij heeft geëdit, want ik heb zijn video kunnen bekijken. Maar ik zeg één ding. Hij had ballen op zijn lijf. Ja, die jij niet hebt. Aan zijn lijf dus, om naar hier te stappen, en naar hier fucking te melden. Ja, wij zijn zo. Als ons iets niet aanstaat, gaan we naar die persoon. Ik heb hem dan buiten geschoten en ben ik geen pudding gaan halen. Ha, pudding. Maar ik word daar dus echt vies aan de tand van. Maar ik vies. Ja, is goed hè. Ja? Ah ja, even voor de duidelijkheid. De bedreiger komt ook zo meteen. Mensen, de bedreiger is fake. Terug in een video. Ik heb... Hij heeft een outro al doorgestuurd naar mij. Ha ha ha. Maar echt gewoon. What the fuck? Waarom smet hij met Team SW? Weet je, Team SW? Oh, Stefan, nu zeg ik te ver gaan. Stefan. Daar staat hem. Allee, heel kunnen misschien. Fucking homo. Vonden jullie deze video tof? Smet een dikke like button. Reageer eronder. Wat deze video vonden. En vergeet vooral niet te abonneren op mij. En Stefan. Maak zo'n video's niet meer. Of we gaan nog eens reageren. Ja. Joe.